Pink Floyd staat met maar liefst 3 nummers in de top 10 van de Radio 2 Top 2000. Natuurlijk, want misschien was in de jaren 70 en de jaren 80 Pink Floyd wel de meest indrukwekkende live act ter wereld. Hoe anders was dat in de jaren 60, toen Pink Floyd vaak in Nederland optrad in hele kleine achterafzaaltjes. En ik maak met Charles Bertrams, die Pink Floyd-kenner is, een wandeling door Amsterdam op plekken waar Pink Floyd geweest is. En de plek waar wij nu staan, Charles, daar heeft Pink Floyd ook gestaan. Ja. Ze hebben hier in april 1967 gestaan. En hier is een foto gemaakt. Hier is een foto gemaakt, eigenlijk wel een iconische foto waar ze in de volle glorie, psychedelische kleding, heel veel kleur, waar ze staan. Tegen de achtergrond van wat nu Theater Bellevue is, maar dat was toen de NTS-studio. Ja. En daar werd het programma Fanclub TV opgenomen. En dat raden ze op, dat playbackten ze. Dat deden ze 1 nummer. We staan hier voor een locatie die iedere popliefhebber in Nederland kent. Of wel eens geweest is. Of wel eens geweest is, Poptempel Paradiso. 30 april, Koninginnedag, was het zover. Pink Floyd was hier, ze hebben waarschijnlijk 's middags televisieopnames gemaakt voor Moefkaka. En 's avonds op het podium, alleen niet om op te treden. Ze kregen geen werkvergunning. Ze kregen geen toestemming van het desbetreffende ministerie om hier op te treden. Dus hier stond iemand van Pink Floyd, wie was het? David Gilmour stond met een microfoon, daar is een foto van. Jongens, we gaan niet optreden. We gaan niet optreden. Nou, toen hebben ze als de wiedeweerga zijn ze toch aan het regelen gegaan en Hemelvaartsdag, 23 mei, hebben ze alsnog hun allereerste optreden in Paradiso. Was dat een goede gig ook? Nou, ik ben er niet bij geweest. De recensies waren lovend, het zat stampvol, 1100 mensen. En ze zijn nog een aantal keren terug geweest, dus het was wel een plek waar ze zich goed thuis voelden. We zijn hier bij het Vondelpark. Wat gaan we hier beleven? De ingang van het Vondelpark. In de jaren 60 had je in Amsterdam grote clubs, kleine clubs. Je had grote zalen. Maar je had ook een klein keldertje. Dat heette Lijn 3. En het heeft even geduurd voordat ik als niet-Amsterdammer erachter kwam wat het was. Maar Lijn 3 was dus een klein keldertje, een concertkeldertje onder de Van Balenstraat waar Lijn 3 overheen denderde. Elke dag een paar keer. Een schuilkeldertje? Een schuilkeldertje, ja. En het is een heel klein keldertje waar ze dus... In een weekend dat ze 4 of 5 keer in Nederland optraden. Op het laatste moment een klein concert bijboekte. Er waren een paar jongens die wat organiseerden. In Lilaknacht, einde van Lilaknacht. En daar hebben ze een keer opgetreden. We gaan kijken. Leuk. Dat vind ik nou een hele mooie idee om te zien ook. Daar verheug ik me altijd op. Het bietkeldertje. Het kleine donkere keldertje onder de brug. Ja, geen ramen, maar dat zal alleen maar een voordeel zijn geweest. Ja, het is echt ik ben nooit binnen geweest, want ik heb het nooit open gezien. Het is een klein hokje denk ik van een paar tiental vierkante meter waar misschien 20, 30, 40 mensen aanwezig zijn geweest. En dit is 17 september 1969. Ja, en er is ook wel wat schade aangericht. Ze mochten wel, bij gratie van de zaal, mochten ze gebruik maken van het grote orgel. En dat was bij het concert wat ze toen speelden, over een dag uit het leven van een man, was het eindstuk met Souls Full of Secrets, een nummer wat in die tijd veel gespeeld was, wat de echte Pink Floyd-kenners wel kennen. Was dat een nummer wat gewoon heel massaal eindigde. En dan mocht Rick Wright, zat ik in de recensies, Rick Wright verliet zijn plekje achter het keyboard en liep naar het majestueuze orgel om daar de laatste klanken te vertolken. Ja, dat is natuurlijk in zo'n zaal moet dat echt geweldig zijn geweest.